allemaal. Vandaag heb ik voor jullie weer een shopblog. Laatst zagen jullie al mijn Milaan shopblog, de beauty variant. En vandaag de Milaan shopblog, de fashion variant. Want natuurlijk heb ik ook wat kleding aangeschaft. Dat zal weer eens niet. Ik moet zeggen, ik heb mijn best ingehouden. Sven trouwens ook. We hebben voor ons toen best wel netjes gedaan. Maar uiteraard ben ik weer naar mijn favoriete winkels geweest. En ik ben vooral geslaagd volgens mij bij de Stradivarius en de Bershka en een klein beetje Pull&Bear. Nee, Stradivarius, Pull&Bear en een klein beetje Bershka. Ik weet het niet meer, we gaan het zo zien. Te beginnen bij deze schoentjes van Stradivarius. Het is zo grappig, want ik ben echt al jaren dol op Stradivarius. En nu hebben we er eentje in Amsterdam, waar ik nog niet eens geweest ben. Als ik Niels niet had gehad, had ik er al meteen voor de deur gestaan. Maar nou ja, nu dus nog even niet. Oh, Sven komt binnen. Sorry voor het geluid. Maar dat zijn deze schoenen. Ik zag een tijdje geleden in een tijdschrift Converse staan. Hoge Converse van kant of zwaar gehaakt. Of in ieder geval, ik vond ze echt heel tof. Maar ik vond ze ook wel weer heel duur. En ik weet dat ik van Converse vaak blaren krijg. Dus ik durfde de gok toch niet helemaal te nemen. En toen zag ik bij Stradivarius deze gimpjes met kant. En ze schijnen dus een beetje door. En verder zijn ze gewoon wit met een beetje gouden details. En ik vind ze echt super cute. En dat zijn dus mijn eerste aankoop. Nou, het waren niet mijn eerste aankoop trouwens, maar mijn laatste denk ik zelfs. Maar ik vind ze heel erg leuk. En deze dus. De prijzen weet ik niet meer precies, want van het meeste heb ik volgens mij de bonnies al afgekregen. Maar waar ze nog aan zitten weet ik nog. En deze waren €29,95 volgens mij. Uit mijn hoofd, of 25,99, volgens mij 29,99. Dan dit jurkje, en dat kocht ik bij de Pull&Bear volgens mij. Ja, Pull&Bear. Het is een gestreept jurkje. Op zich super basic, alleen iets bijzondere rug. Oh, ik ga het trouwens allemaal niet aantrekken. En dat is puur uit praktische overwegingen, want Niels ligt te slapen en het gaat zo donker worden en dan red ik het gewoon niet. Maar laat maar weten als jullie dat wel echt heel fijn zouden vinden. Dan ga ik er voortaan gewoon iets meer rekening mee houden. Maar ik wil het nu gewoon graag heel graag opnemen. Dus, maar goed, in ieder geval dit gestreepte jurkje. Een beetje zwierig aan de onderkant. Het zit heel mooi ook bij mijn schouders. Ik heb het aangehad bij onze date night. Dat we vierden dat we een jaar getrouwd waren. Dus helemaal romantisch. Dan dit broekje. In de categorie kant komen er nog wel meer items voorbij. Kant of gehaakt. Dit is een gehaakt broekje. Een beetje high waist. En er zit een broekje onder. Dus dit stuk schijnt zeg maar nog een beetje door. En daarna niet. Of nou ja, ik wil niet zeggen dat het niet doorschijnt. Je moet er wel even opletten wat je eronder doet. Maar ik vond hem wel heel leuk. Met die twee kwastjes er ook aan. En gewoon heel leuk. En het zit ook heel comfortabel, dus ideaal voor de zomer. En deze was, even kijken, hier hangt nog een kaartje aan, van de Bershka. En deze was €20, €19,99. Dan, even kijken, deze komt alweer uit de was, want die heb ik aangehad. Dus die moet ik even weer een beetje herschikken. Zit die nou binnenstebuiten? Nee. Dit is ook gehaakt. Ja, dat is natuurlijk helemaal ding nu. En dan wordt hier achterin, nou, dat kan je nu niet helemaal zien. Maar dit is de rug. En zo ziet de rug laag. En dan zit hier zeg maar een touwtje wat je dan een strikje doet. En verder valt hij gewoon lekker los. En dit roze is gewoon een pluisje. Er zit geen vlek op. Hij zit vrij hoog. Maar hij staat echt heel mooi. Ik weet niet. Sven zei ook, de voorkant staat je gewoon heel mooi. En ja, de rug, daar zit al net mijn BH boven. Maar ik heb altijd nog een hemdje eronder, dus met een wit hemdje. Dus dat ziet er eigenlijk ook gewoon prima uit. Dus deze, en die is van Pull&Bear volgens mij. Want ik heb het bondje eruit geknipt, want die jeukte. Maar Pull&Bear volgens mij. Dan deze, ook gehaakt. Maar dan weer net een iets korter modelletje. En gewoon sowieso weer net iets anders. En wat ik leuk vind aan deze is dat hij heeft een soort van open aan de zij, heeft een soort open stuk aan de zijkant die weer met touwtjes aan elkaar zit. Ja, het legt lekker uit.
Je ziet hem vast wel voorbij komen een keer in een outfit post. En deze is van Bershka. En is ook weer, die andere is zeg maar meer katoen. En dit is echt een beetje zo'n flowy, dun stofje. En die schuif ik dus wat meer door. En ik vind het een heel leuk shirtje. En deze is van de Bershka en die was 17,99 €. Dan een shirtje van de Pull&Bear waar ik iets anders mee ga doen. Dit is namelijk eigenlijk de voorkant. Wat ik niet helemaal begrijp, want dit haalt mij niet op. Maar deze kant is de achterkant. En dat staat me dan weer wel heel mooi. Alleen hier zit het bonnetje in. Dus dat moet ik nog even uit gaan knippen. Het is een heel flowy topje met twee lagen. En het is heel mooi mintgroen. En dat vind ik sowieso een mooie kleur. Maar ik vond hem vooral ook heel leuk passen bij dit, hè. Dus dat komt zo. Maar dit was, ik heb hier het prijskaartje al afgehaald. Want ik was al op missie om dat dingetje eruit te gaan knippen. Dat bonnetje. Maar deze was volgens mij €12. En dan kocht ik dit broekje. Ik ben op zich niet iemand die vaak blauwe dingen koopt. Maar ik vond het wel een heel leuk broekje. Het zit ook echt super lekker. Het heeft zakjes. Het heeft aan de onderkant een kanten laagje. En deze was ook €12 volgens mij. Heb ik het prijsje ook al afgehaald. Maar gewoon een heel lekker comfortabel broekje voor de zomer. Festivalzippertjes eronder, dat shirtje erop en off you go. En als laatste, oh deze waren trouwens allebei van de Pull&Bear, ik weet niet of ik dat gezegd had. En als laatste nog een shirtje van de Stradivarius en dat is deze. En dit is een linnen top. En deze ruikt ook helemaal naar Stradivarius. En dat is echt een hele specifieke geur voor iedereen die er wel eens geweest is. Volgens mij ruikt het trouwens naar een geurtje van... Was nou, ik heb hem een keer ontdekt, maar goed, Stradivarius. Ik dacht, oh, als ik dat ruikje dus al aan het eind van de straat, denk je, oh, we komen in de buurt. Maar goed, dit is een beige linnen top en ik vond gewoon vooral, hij is gewoon lekker los. En ik heb hem wel een maat groter genomen, omdat hij best wel kort viel. Hij heeft een mooie hals en ik word gewoon heel blij van dit soort kleurtjes. En dat was het. Dat is alles wat ik qua fashion heb geshopt. Zoals ik al zei, ik heb ze ook een beauty opgenomen. Die zal ik hier achteraan of hier onderaan wel even linken. Of allebei, achteraan, onderaan. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Laat dus vooral weten of je het heel fijn vindt als ik ook de kleding aantrek. Of dat je zegt, joh, ik zie het eigenlijk zo best wel prima. Of je beschrijft het goed genoeg. Laat trouwens ook weten of je het leuk zou vinden als ik wat meer vertel over hoe ik het zou stylen. Of waarvan je een outfitpost zou willen zien. Kortom, laat weten wat je ervan vond. En als je het leuk vond, graag een duimpje omhoog. En ik zou het heel leuk vinden als je wilt abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat kan er hieronder op de link te knippen of aan het eind van het filmpje. En dan ben je ook als eerste op de hoogte van al mijn nieuwe video's. Dus, nogmaals heel erg bedankt. Ik weet niet of ik het al gezegd had. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg! Bronzing Powder Duo. En je kan misschien al een beetje raden welke twee kleuren van Nars erin zitten. Het zijn volgens mij de bekendste kleuren